Hi, vandaag weer een filmpje voor jullie over een review. Vandaag weer een review filmpje voor jullie, wat ik eigenlijk meer te zeggen. Deze week was weer de beurt aan een make-up product. Ik probeer het nog steeds helemaal te switchen, weet je wel. De ene keer make-up, de andere keer zit dat ding nog echt. Ja. De ene keer make-up, de andere keer, weet je, beauty, skincare, whatever. Maar goed, deze keer dus make-up. En deze keer is de Zero Defoe Foundation van Isochee. Die kocht ik laatst tijdens een aanbieding. Zo ziet de pakking eruit. Ingrediënten staan er ook op. En zoals gewoonlijk zullen jullie wel weer niet te lezen zijn. Maar in ieder geval, als je wil weten of iets erin zit, dan kan je het gewoon vragen. Maar goed, de prijs was ongeveer rond de 20 euro geloof ik. Maar ik had hem in de aanbieding. Dat is ook altijd iets wat ik aanraad bij Isochee. Wacht tot het in de aanbieding is. Want vroeg of laat is het gegarandeerd wel een keer in de aanbieding. En dan is het een stuk goedkoper. Dus ja. In ieder geval ziet het flesje er zo uit. Wat mij het eerste opviel aan het flesje zelf is dat er geen dopje op zit. Eerst had ik zoiets van, is dat wel handig? Maar het is dus zo, net als bij mijn favoriete zonnebrandcreme. Ja, dat was het. Dat je gewoon, dat is van een ander merk, maar in ieder geval dat je moet draaien. En dan kan je hem gewoon indrukken. Zal ik nu niet doen, want nu wil ik er geen pompje uit hebben. Maar hij klikt zo weer dicht, dus dat is wel handig. Zo zat hij dicht. In ieder geval, dit is trouwens de lichtste kleur die ze hebben, namelijk, hoe heet die? Oh, Beige 100, staat bovenop het dingetje. Het is gewoon, dus een Flawless Skin Foundation, Zero Defoe, zal wel iets van geen flaws betekenen, geen oneffenheden. Ik ken geen Frans, whatever, in ieder geval, het is een mooie kleur. Gele ondertoon, ze hebben volgens mij ook roze ondertonen, waar ik wel voor moet waarschuwen is dat ze niet super licht zijn. Dit is de lichtste kleur en voor mijn huid nu is die goed. Ik heb hem nu trouwens niet op, maar voor mij zou ik nog een clipje inserten met ik hem wel draag. Maar hij is nu voor mijn huid goed, maar als je bij mijn nek kan zien, misschien is hij al een beetje aan de ietsje te donkere kant dan. Met fake tan wear zal hij prima werken in de winter ook. Maar voor de rest, ja, weet je, in de winter moet je echt, als je echt een super lichte huid hebt, moet je deze niet hebben, vrees ik. Want dan gaat hij echt donker zijn en geel. En ja, de roze ondertoon heb ik uiteraard niet geprobeerd, want die zou mij niet staan, want ik heb geen roze ondertoon. Maar weet je, die zou je even nog kunnen proberen, maar verwacht geen super lichte kleuren in ieder geval. Dat was eigenlijk het enige wat ik te zeggen heb over de verpakking verder. Ik vind het verder een mooi flesje, hij is van glas. Je hebt niet dat de kleur echt in het glas zit of zo. Dus als hij leeg raakt, dan kan je ook gewoon zien dat hij leeg raakt. Is wel zo prettig, vind ik persoonlijk, dat je niet ineens zo pompt en, oh, hij is leeg. Weet je wel, je kan gewoon zien wanneer hij leeg raakt, als je hem in ieder geval boven rechtop staat. Rechtopstaand bewaard, ja. Maar goed, dus ik vind hem in ieder geval wat dat betreft heel prettig qua verpakking en alles. En dan on to the review. Nou, ik zal hieronder even ergens onder, links, rechts, waar dan ook, een clipje eventjes erin rammen in het filmpje van, goh, wat klinkt me vriendelijk. In ieder geval, van dat ik hem aanbreng en gewoon gebruik en alles. Ja. En het eerste filmpje gewoon aanbrengen, dan hoe hij eruit ziet als hij op mijn gezicht zit. Vervolgens, geloof ik, een paar uur later of zo, die er toen uitzag, zonder bij te poederen de hele dag. Dus daar ging het mij wel om. Ik hou rekening mee, ik heb een vettige huid. Dus bij een droge huid zal hij waarschijnlijk langer mat blijven. Maar voor een vettige huid, ja. Wat mij is opgevallen is, om te beginnen, hij rekt heel makkelijk uit. Hij spreidt heel makkelijk uit. Je hebt maar twee pompjes nodig voor ongeveer een medium dekking ongeveer. Wat ik persoonlijk prima vind. Dus ja, het is gewoon, 30 milliliter. Eerst vond ik het een klein flesje. Het deelde ik langs een andere foundation fles. En dan zoiets van, oh, het is gewoon een normale standaard maat. Oké. Okay. Op de een of andere manier lijkt hij slanker. Misschien omdat hij geen dop heeft, denk ik. In ieder geval zit er dus gewoon 30 milliliter in. Wat gewoon gemiddeld is. En met twee pompjes kan je dus behoorlijk langs een flesje doen. Dus dat is mooi. Hij droogt best wel shiny op. Ik denk dat hij ook voor een droge huid heel mooi zal zijn. Omdat hij denk ik wel, weet je, ik heb zelf dus geen droge huid. Maar ik denk dat hij wel heel moisturizing en alles is. Juist omdat hij glanzend opdroogt. En ook wel heel erg, ja, weet je wel, verzorgend aanvoelt op zich van foundation. Voor de vettige huid is dat minder. Wat ik doe om dat dus te voorkomen dat hij heel snel vettig op me wordt, is eerst een laagje los poeder aanbrengen. En dan vervolgens een foundation eroverheen. Dan ziet hij er ook heel mooi uit. Maar dan brengt dat laagje poeder wat je tot onder zit, dat neemt net even wat meer vettigheid op. Zodat de foundation langer mooi blijft. En dan natuurlijk nog poeder eroverop, overheen. Dan wordt hij niet cakey of wat dan ook. Dus dat is heel goed. Maar hij blijft wel langer mat. En dat is voor vettige huid ook erg prettig. Ik heb even een kwast aangebracht. Toen werd hij op mijn huid wel echt best wel alsnog snel, ja, weet je wel, vettig dus. Maar met een, sponsje is hij op mijn huid ook heel mooi. Dus wat ik persoonlijk aanraad is voor vettige huid om deze met een spons te gebruiken.
Op de een of andere manier, hij een spons neemt het overtollige product op. En hij geeft, dan geeft hij alsnog een hele mooie dekking. Maar weet je wel, minder verzorging dus eigenlijk. Dus ja, voor een vettigheid zou ik dat aanraden. En oh ja, nog een laatste dingetje. Als je vettig wordt, veeg er niet overheen. Want dan gaat hij toch een beetje ophopen. Weet ik veel, pigment gaat samenklonten. Ik weet niet wat het is, maar dan ziet het er niet heel mooi meer uit. Ga er gewoon voorzichtig met een beetje poeder overheen. Met poederkwast zachtjes. En dan ziet het er weer perfect uit. Dat kan wel. Dus ja, in ieder geval... Kortom, dat was dus vooral een serie tips van hoe je deze kan laten werken voor de vettige huid. Maar overal vind ik hem gewoon heel mooi werken. Hij heeft dus een goede dekking. Hij heeft een mooie, ja, gewoon een mooie kleur. Wel een natuurlijke kleur. Hij is niet te geel of wat dan ook. Hij is niet super licht, ook al is het de lichtste kleur die ze hebben. Dus hou daar rekening mee als je echt een hele lichte huid hebt. Dat waarschijnlijk alsnog te donker zal zijn helaas. Maar voor een gemiddelde huid is hij gewoon wel heel mooi. De lichtste kleur dus. Ze hadden ook nog donkere kleuren, dus dat scheelt. De color range is op zich ook wel goed. Ja, en je hebt er dus weinig van nodig en er zit gemiddelde hoeveelheid in. Dus dat is zo'n beetje de conclusie. Dus ja, uiteindelijk in conclusie vind ik het een hele goede foundation. Voor de vettige huid heeft hij wel wat aanpassingen nodig. Weet je, welke aanbrengen en alles om te zorgen dat hij mooi blijft. Ik denk voor een normale tot droge huid dat hij wel gewoon op zichzelf heel mooi is. Heel makkelijk in gebruik dus, want mooi is hij toch wel, maar heel makkelijk in gebruik ook. En ja, ik vind hem in ieder geval heel mooi. Ik zou hem zelf denk ik wel nog een tweede keer kopen. Hoewel ik hem dan persoonlijk denk ik meer voor in de winter zou bewaren. Wanneer mijn huid toch wat meer verzorging nodig heeft. Want in de zomer denk ik dat ik deze niet hoef te gebruiken. Want dat het dan echt heel snel heel vettig wordt. Dus ja, in ieder geval, ik vind hem mooi. Ik vind hem ook wel zijn prijs waard. Hoewel ik persoonlijk wel zoiets heb van wacht op de aanbiedingen bij Yves Rocher. Want weet je wel, iedereen houdt ervan om minder te hoeven te betalen natuurlijk. Dus ja, dat was dan mijn review van de Zero Defoe Foundation van Yves Rocher. Als je nog verdere vragen hebt over die producten, kan je ze altijd stellen. Dan geef ik wel een antwoord en hopelijk een nuttig antwoord. Dus ja, in ieder geval hoop ik dat jullie deze review leuk vonden om te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oké, dat heb ik dus. Je kan nou even onder het scherm nog zien hoe ik hem aanbreng en alles. Maar ik heb ook even weer een lijstje gemaakt, zoals gewoonlijk, van wat ik er allemaal van vind. Nou,